Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Skookum Robotics en KDS. Hallo en welkom bij weer een nieuwe video van Helireview.nl. Dit keer nemen we een kijkje naar een flybarless systeem. En niet zomaar een flybarless systeem, nee, dit is de Skookum Robotics SK-720. Bijzonder omdat het buiten een gewoon flybarless systeem ook een zeer welkome self-leveling feature heeft. En dat self-leveling, dat is hartstikke handig, want je heli blijft ten alle tijde level, oftewel recht. We hebben de Skookum SK-720 in deze flinke jongen ingebouwd, onze KDS Innova 600 flybarless. Maar we nemen eerst eens eventjes een kijkje wat er bij de unit allemaal geleverd wordt. Je Skookum SK-720 unit wordt geleverd in een klein doosje zoals je hier ziet. Natuurlijk krijgen de unit zelf een mini-USB kabel, een metalen anti-vibratiepleet, dunne mounting tape en dikke mounting tape. Wij sluiten onze SK-720 aan op een traditionele receiver, oftewel de ontvanger. En als je ze nog niet had, heb je daar dus dit additionele setje servokabeltjes voor nodig. En natuurlijk leuk, stickervelletjes. Staat helemaal bol van Skookum Robotics. Leuk voor op je kap en eventueel je rotorbladen. Voordat je hem in gebruik kan nemen, dien je je Skookum Robotics SK-720 eerst helemaal te configureren. Daarvoor zit er een standaard mini-USB aansluiting op de unit. In de unit zit er een microSD-slot waar zelfs al een kaartje ingestoken zit uit de fabriek. Het is een 2 GB microSD-kaartje. En daarop staan de PDF-handleiding van de unit en natuurlijk ook de benodigde software. De software is bovendien ook al voorzien van alle drivers en dergelijke. Dus het is een kwestie van de USB-kabel in de unit steken en in je PC. En vervolgens kun je op deze manier de software van de unit installeren. De software werkt overigens alleen op Windows. En de Skookum SK-720 software is intuïtief en zeer makkelijk in gebruik. Je loopt een aantal handige setup wisseltjes door en de unit is eigenlijk zo goed als ingesteld. Natuurlijk altijd in real life even testen. Bijvoorbeeld kijken of je swashplate de juiste bewegingen maakt op het moment dat je de heli kantelt. Maar alles is eigenlijk in dit programma gewoon aanwezig. Je kunt de swashplate instellingen bewerken, je kunt de staartgiro instellingen bewerken. Je kunt aan de gains zitten en die worden ook nog eens onderverdeeld tussen de bell en de Hiller gains. Het valt allemaal te tweaken. En dan is er nog die handige self-level feature. Die feature die de SK-720 eigenlijk hartstikke uniek maakt. Self-leveling betekent niets anders dan dat de swashplate altijd level wil zijn. Stel je hem dus voluit in en altijd aan, dan zal de helikopter, zelfs deze 600-klasser, zo mak als een coaxiaal vliegen. Hij blijft altijd recht. Pas als je een wijziging maakt, zal hij vooruit gaan. Als je achteruit gaat, zal hij achteruit gaan. Laat je de sticks los, gaat hij automatisch weer naar level. Perfect voor de beginner dus. Je kunt de self-level feature ook als zogeheten bail-out optie gebruiken. Bail-out betekent met een flick of een switch op self-level gaan. Dus hij staat standaard uit en op het moment dat je controle dreigt te verliezen, haal je een switch over en de heli zal recht trekken omdat de self-level in actie komt. En op een goed moment ben je dan klaar met het instellen van je SK-720 middels de setup software. En dan rest je er zelf nog maar één ding, het grote veld op om te kijken of dat je heli vliegt. En na het vliegen is het natuurlijk tijd om te evalueren, of beter gezegd te analyseren. En dat kan met de SK-720 zijn ingebouwde datalogger. Die datalogger kan twee dingen voor je in de gaten houden. Allereerst de SK-720 Vibration Analyzer. Skookum heeft hier een handig programmaatje gemaakt wat de vibraties van je helikopter in de gaten kan houden. Die mogen natuurlijk niet te hoog zijn, dat is slecht voor een flybarless systeem en die kan ervan helemaal in de war raken. Maar sterker nog, je self-leveling feature werkt ook niet op het moment dat je vibraties boven een bepaald getal liggen. Met deze handige Vibration Analyzer kun je dus precies zien of je helikopter zijn trillingen onder het gewenste niveau blijven. En altijd al achteraf op de computer hebben willen terugkijken hoe je het op het veld hebt gedaan. Dat kan met de tweede datalog feature van de SK-720 en dat is deze Flight Simulator. De Flight Simulator laat je vlucht helemaal natuurgetrouw nazien. Elke beweging die je hebt gemaakt en zelfs ook elke stickbeweging die je hebt gemaakt. Zo kun je dus eigenlijk à la zwarte doos zien wat er eventueel bij een crash is fout gegaan. Of hoe mooi je de cirkeltjes boven het veld hebt getrokken. En dat in combinatie met de Vibration Analyzer heb je hier een prachtige datalog feature in je helikopter. En kijk, ja hoor, daar gaat hij nog eventjes. Nee, die SK-720 is echt een prachtig flybarless systeem. Zeker gezien het feit dat hij ook nog eens modulair is. Skookum komt namelijk binnenkort met een GPS-module die je zomaar op dat ding kunt aansluiten. Met een extra firmware-upgrade kun je vervolgens de GPS-unit aansturen. En voilà, een echt autopilot is geboren. Met deze autopilot-functie en de GPS kan het namelijk de hoogte en de exacte positie worden vastgehouden, zodat je hands-free, dus met de helikopter, op één plek blijft staan. Ik hoop dat we deze de volgende keer eventueel kunnen laten zien, maar voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video en heel graag weer tot een volgende keer.